Ik werk hier als conciërge. En het is best wel af en toe lastig om die onderbouwleerlingen in mijn gezichtsveld te krijgen. Vooral als ik aan het werk ben, dan zie ik ze soms niet. Het is bijna een keer gebeurd dat ik tegen hun aanreed. We zijn eigenlijk nu heel erg druk bezig met passend onderwijs. En ja, wij vonden het ontzettend leuk eigenlijk als je zeker kijkt naar mensen met een beperking. Zoeken wij nu een plek voor binnen de scholen. En ja, die vertrekken naar de hand naar het voortgezet onderwijs. Die moeten daar een weg vinden. En dan uiteindelijk ja, moeten zij een baan proberen te vinden. Nou, Wouter die werkte op een sociale werkplaats met ruim 100 andere mensen, kon die aansluiten. En wij zagen eigenlijk voor Wouter de kans van kom hier werken. Elke ochtend staat lekker de koffie klaar voor ons. Hij haalt even de post op. Dus de directeur die heeft gelijk de post voor zijn neus. Hij gaat met de schoolmelk, ga je met de klas rond, Wouter? Ja, klopt. En het schoolfruit, dat deelt Wouter uit op de woensdag. Als wij toetsen hebben, dan kunnen we in een bakje leggen wij het kopieerwerk leggen wij klaar. Schrijven op hoeveel we willen hebben, of er een nietje in moet of geen nietje, gaatjes erin. Nou, en dan na een kwartiertje, dan komt Wouter bij je klas en dan staan de spullen, heeft hij in zijn handen voor je klaar. Dus hij neemt ons eigenlijk heel veel werk uit handen en komt even langs. Even een soppie door je klas of de boekenkast komt u even weer controleren. En dan de was, die doet hij, vouwt hij op en komt u bij de klas, brengt hij de was rond. Nou, dat is ook ideaal om te zien met de kinderen dat ze hem daarbij helpen. Het gaat eigenlijk op een hele natuurlijke manier. Dan komt een kind die komt even met de vuile handdoekjes aan. Die loopt naar Wouter toe. En dan overhandigen ze elkaar, steken jullie netjes over met de nieuwe handdoekjes. Dus dat is hartstikke fijn om te zien. Ik vind het wel prettiger dan mijn oude werk, want daar was echt van, dan kreeg je de hele tijd commentaar van je doet het zo niet goed, je doet het zo niet goed. Het was de ene keer wilde ze het zo, de andere keer wilde ze het zo. Het is echt, zit gewoon geen structuur in mijn oude werk. En hier gaat het veel beter. Er zit meer structuur in. En ik kan gewoon mijn rooster volgen van hoe of wat. Dat ik niet zo in de stress raak. Ja, we zijn op zich hartstikke trots mee dat, ja, dat we het eigenlijk de kijk op een kans zeg maar binnen de Unicos bekendheid hebben kunnen geven. En wij hopen eigenlijk ja, met deze eervolle vermelding dat ja, nog meer scholen ons eigenlijk gaan volgen. En ja, mensen zoals Wouter een kans geven binnen onze school, zeg maar. Binnen de scholen. Ik ben slechtziend en daardoor heb ik af en toe wat moeite om dingen goed waar te nemen. En soms kan het ook eens gebeuren dat ik sommige dingen over het hoofd zie. Maar ik zie nog net, ik zie ook door een kokervisie. Aan één oog ben ik blind, aan het andere oog kan ik nog door een kokervisie zien met 30% maximaal. Maar het andere oog ben ik gewoon blind. Verder heeft Wouter last van autisme en hij heeft hij heeft last van epilepsie en hij heeft een verstandelijke beperking. Dus nou, met al die beperkingen is hij echt een vaste werknemer, vaste kracht bij ons. Dus helemaal geweldig.